sinds vandaag mag je hier niet meer roken, hè? Nee, dat klopt. We starten vandaag de proef hier met een rookvrij strand. En ja, dat betekent inderdaad dat we echt een beroep doen op mensen om er niet te roken. Nou ja, gezien de ontwikkeling ook in bijvoorbeeld als je kijkt naar een vliegtuig waarbij je ook niet mag roken, vind ik het wel een goeie. Ik vind die peukjes in het zand niet zo prettig, dus als niet rokende. Dus ik vind het prima. Of jij je rug omdraait of naar me toe kijkt, mensen stoppen gewoon die peuk in het zand en ze wandelen gewoon verder. Zou het wat helpen, denk je? Ik weet het niet. Ja, in instantie is dat wel fijn. Persoonlijk vind ik het niet heel erg als er om me heen gerookt wordt. Maar ja, wanneer meer mensen dat doen, kan het wel tot overlast veroorzaken. En ik denk dat het gros van de mensen daar ook nu geen behoefte meer aan heeft. Ik was van de week ergens in een uurtje tijd met 30 man ruim 5000 filters. Dus je komt ze niet even tegen. Je bent continu aan het kruipen. Want er liggen er zoveel. Er wordt gezegd dat 20% van het zwerfafval sigarettenfilter is. En de filter vervuilt ongeveer 1000 liter water als het in het water komt. En het vergiftigt ongeveer 8 liter water. Dus het is echt, ja, breek hem gewoon af, stop hem in je kontzak. Ja, kijk eens wat er gebeurt in de wereld. Milieu. Kijk wat er gebeurt. De hele wereld is in rep en roer met rook. Nou, dan kom je hier in dit kleine landje met milieu. Nee, hou op joh. Nee. Ja, maar als je zo gaat denken, dan waar beginnen we dan, hè? Dan kunnen we alles wel toelaten. Dan neem je een tasje en dan gooi je vel daarin. En dan kun je het zo weggooien. Als het niet wegwaait. Ja, dan doe je zand in. Je zit op het strand of niet. Wij doen daar gewoon zand in dat tasje, gebeurt niks mee. Alleen opletten voor de meeuwen. En als je je peuken in het zand uitdoet en dan gooi je het in het tasje. En al die peuken in het zand, hè? Ja, dat is niet heel lekker om doorheen te lopen, nee. Het zijn gewoon 100% plastic. Nou, we weten allemaal, plastic wordt uiteindelijk microplastics. Het is een verbinding die niet kan afbreken in de natuur. Dus ja, het is gewoon wijs onhandig dat naast de gifstoffen dat al die microplastics in de natuur komen. Op dat zand mag ik niet en als ik op de stenen ga staan, wat daar aan grenst, dan mag ik wel roken. Hoe kortzichtig ben je? Ja. Ruim je rotzooi op, dan is het probleem opgelost. Als dit nou goed aanslaat, als dit ook goed valt bij de mensen die hier naar het strand gaan, dan gaan we wat mij betreft kijken hoe we dit vanaf volgend jaar verder kunnen gaan uitbreiden. Ik zou het niet zozeer op boete gaan gooien, maar het is gewoon, het moet een gedragsverandering worden. We gaan niet achter iedere badhanddoek een handhaver neerzetten. We informeren mensen, we doen een beroep op mensen. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat heel goed gaat aanslaan.